un'emissora radiale, un psichiatra. Dico, vai maga. Ma so, rond 50.000 BAW. Een dubbelbaard klavierslot. Dezelfde techniek wordt ook in kluizen toegepast. Hier kan je heel goed in zien dat de toleranties heel miniem zijn. Hier zit maar een heel klein beetje ruimte tussen die en die. Dan moet die precies tussen glijden. En dat gebeurt niet bij één plaat. Dat gebeurt bij ongeveer 8 platen. Maar het is kwalitatief is het veel beter als een cilinderslot. We hebben ook wel eens discussie gehad met een verzekeringsmaatschappij waar een oud degelijk klavierslot in zat. En dan moest op een winkel in één keer een cilinderslot, terwijl een klavierslot veel moeilijker te kraken is, een goed klavierslot, als dat een cilinderslot te kraken is. Maar ja, een discussie krijgen we aangaan met de verzekeringsmaatschappij, maar je kan het ze niet technisch uitleggen. Sinds 1918. Het is van mijn vader op zoon gegaan sinds die tijd. Eerst mijn opa, toen mijn oom en mijn vader en daarna ik. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van sleutels, het plaatsen van sloten, het openen van sloten, het leveren van brandkasten, verkoop dus, en het openen van brandkasten. We hebben eigenlijk continu 2 mensen in de buitendienst. We doen het werk voor Defensie, Politie, Friesland, Koopmansmeelverbrengen, dat zijn grote klanten van ons. En we doen de lokale storingen, dus het openen van de deur als de sleutels in huis liggen en ja, het openen van de deur als de sleutels kwijt zijn. En meteen is plaatsen van nieuwe sleutels uiteraard. De sleutel blijft in principe. En dat merken wij vooral hier in het noorden. Mensen vertrouwen op de mechanica en zijn nog steeds heel sceptisch over de elektronica. Mechanica blijft toch. Omdat het, ja, je zit met bekabeling met de elektronica, draadloos kan het nog steeds niet. Dus je zit met bekabeling, dus de kosten zijn relatief hoog ten opzichte van een puur mechanische slot. Dus het wordt heel beperkt wordt het toegepast. Liever een goed mechanisch slot dan een elektronisch slot. We hebben een website, dat is www.sleutelspecialist.nu. Daar staan alle andere gegevens op. En mochten mensen s'avonds laat een probleem hebben, kunnen ze ons altijd bellen. Tú tienes la llave de mi corazón.